het mooiste vonden. Hartstikke dom. En daarbij heb ik afgekomen dat je als teammanager bij elke beslissing die je gaat nemen, vooraf moet bedenken in hoeverre iedereen nou betrekt in zijn beslissing. Dus ja, dat proces heeft best wel lang geduurd. Maar als ik nu terugkijk, kunnen we denk ik best trots zijn op het resultaat. Zoals ik net al aangaf, heeft Stijn Jensen ons geholpen met het invoeren van die huisstijl. En die is nu ook overal terug te zien. In onze jas, zoals je kunt zien, in onze polen die ik nu aan heb, visitekaartjes, noem maar op. Het is zelfs verder gegaan. RCHB hebben ook banners en beurswanden die ons helpen in hetzelfde jasje naar voren te komen op beurzen en evenementen. Er is ook nog een aanhanger gestickerd, die stond net al even buiten, misschien heb je die al gezien. Waarbij we onze boot in stijl kunnen vervoeren. En om het helemaal af te maken, hebben wij dankzij Master Corona een auto in onze eigen huisstijl. Die ook nog eens helpt onze aanhanger in stijl naar voren te brengen. Dan het volgende doel. En eigenlijk voor elk tiende misschien wel waarom we dit jaar zijn begonnen. De races. Want wat is nou gaver om de review die je de afgelopen maanden hebt gedaan, ultiem te testen aan de hand van een race. En dan heb ik het niet over één race, dan heb ik het over vijf races. Namelijk de organisatie Solarsport One heeft enkele losstaande races met elkaar gevoegd tot één competitie. Deze competitie wordt deelgenomen door bijna 30 teams in verschillende klassen. In onze klasse, de topklasse, nemen we het op tegen 6 andere teams om dit jaar te gaan voor het kampioenschap. Die 5 races, daarvan zijn er 4 in Nederland, 3 regionale races en 1 NK Nederlands kampioenschap in Akron. Deze race is voor het eerst plaatsgevonden in 2006 en sindsdien is het elk jaar teruggekomen. Voor ons een bijzondere race, want dit gaat onze eerste race zijn, namelijk al op 31 mei is de eerste race dag. Daar moet onze boot ook echt optimaal kunnen presteren om voor de eerste plek te gaan. Nou, ik zei net 5 races, dan hebben we er 4 gehad. Ze wisten nog eentje. En deze race is voor ons eigenlijk wel toch de gaafste race. Dat is namelijk het WK. Het WK in Monaco. Hierbij varen we niet op een rustig plasje. Nee, hierbij varen we op zee in de haven bij Monaco tussen de grote jachten. En het gaaf van deze race is dat je niet alleen te maken hebt met Nederlandse teams, maar ook veel teams van andere landen. En elke race is eigenlijk op hetzelfde opgebouwd, uit 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is de sprint. Hierbij moet je in korte afstand zo snel mogelijk varen. Hierbij moet je boot eigenlijk genoeg vermogen hebben om je motor snel mogelijk te laten draaien, zodat je snel mogelijk naar voren gaat. Hierbij komt best veel kracht op de boot staan, dus ook hier moet de boot evenwichtig zijn. Daarnaast hebben we nog een onderdeel, dat heet de slalom. Bij de slalom, moet net als bij, vroeger bij het voetbal, moest je dribbelen tussen pionnetjes door. Wij moeten met onze boot door boeien heen gaan varen. En hierbij wordt als het ware de windbaarheid van die boot getest, ook als die boven water uitkomt. Ten slotte hebben we nog een laatste onderdeel, dat is de duurrace. Dit is een race van binnen 50 kilometer, die zo snel mogelijk moet uitvaren ook. Alleen het verschil hierbij bij de duurrace, in tegenstelling tot de snelheidsrace, is dat je heel goed omgaat met energie die je binnenkrijgt. Want dan heeft iedereen wel begrijpt in de zaal dat als de zon volop schijnt, net iets harder gaan dan als de zon niet schijnt. En op die manier heeft eigenlijk elke race ook 3 uitdagingen. Elke race heeft een uitdaging. Namelijk, je boot moet snel kunnen zijn, je boot moet wendbaar kunnen zijn en je boot moet een lange race kunnen uitvaren. Dat is niet het enige. We hebben ook nog het feit dat de boot logisch het water in gaat. Onze boot bestaat uit elektrische systemen. En elektriciteit en water gaat niet zo goed, ja, net iets te goed samen, wat risico's met zich meebrengt. We hebben niet alleen te maken met water, we hebben ook nog te maken met zoutwater in Monaco. En zoutwater heeft de eigenschap dat eigenlijk alles wordt aangetast. En daarvoor moeten we alles, zeker in het water komen, maar eigenlijk alles in de boot goed beschermen tegen het zoute water. Dan hebben we nog 1 laatste supergrote uitdaging dit jaar. En dat is dat onze boot moet gaan vliegen boven het water. Dat doen we door middel van onze draagvleugels die onder de boot zitten bevestigd. En die worden heel nauwkeurig aangedreven. En daarvoor ontwikkelen we onze eigen vriestechnieken. Ik kom nog even terug op waar ik net mee begon. De maritieme sector die zo vervuilend is. Natuurlijk, onze raceboot gaat geen transportschip vervangen. Maar we kunnen misschien wel andere mensen op dit moment al inspireren. Daarbij komt dat we nog een laatste doel hebben dit jaar gesteld. Dat we binnen enkele jaren richting de offshore klasse willen werken. Dit is een klasse waarbij je een boot maakt, is alleen in Monaco. Dat je boot maakt voor 3 personen in plaats van 1 persoon. En om hier even een uitdaging te schetsen. Onze boot heeft op dit moment in totaal 120 kilo. En als daar iemand in zit van minstens 70 kilo, dan is dat relatief best wel een toename. Dus bedenk maar hoe dat zou zijn als je voor 3 mensen een boot gaat maken. Maar het mooie hiervan is wel dat je, als je een boot voor 3 personen, dat je eigenlijk meer de pleziervaart gaat toenaderen. En die is ook zeker fijn, dus die kunnen we wellicht in enkele jaren ook gaan aanpakken, daar ben ik wel overtuigd. Want ja, de pleziervaart die gaat toch, die gaat eigenlijk vooral naar buiten als de zon schijnt. En dan is het eigenlijk super jammer dat je niet gebruik maakt van de zonne-energie.
Ik heb eigenlijk net iets vroeg naar voren geklikt. Dus het komt niet helemaal goed uit, helaas. Maar al die stappen die we zetten, want dat is natuurlijk een mooi doel. Alleen voordat we daar zijn, willen we eigenlijk met Solarboot stap voor stap naartoe werken. En willen we met onze raceboot, die ultiem wordt getest, onze technieken zo goed mogelijk testen. En kennis vergaren binnen Solarboot Twente, voordat we daarin verder gaan. En al die stappen zouden we nooit kunnen zetten zonder onze partners. Die wil ik hierbij nog eens bedanken. En je hebt dan ook tijd om nu echt in te gaan op onze periode. En daarvoor wil ik het woord geven aan mijn teamlid Mark Heimbaard. Ah, dankjewel Stan voor de introductie van ons team. Ik ben Mark Heimbaard en ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ontwerp van de draagvleugel. En daar ga ik jullie straks wat meer over vertellen, maar we beginnen vanavond met een overzicht van de boot. Allereerst het grootste onderdeel van de boot, de romp. Daarna bewegen we via de voorstruts naar beneden door naar de draagvleugels. Vervolgens bewegen we naar achter en komen uit bij de motor en de schroef. En tot slot maken we het cirkeltje weer rond en gaan we via de elektronica weer terug naar de bestuurder. Het eerste basisingrediënt van de boot is eigenlijk een drijvende romp. Maar drijven is natuurlijk niet genoeg. We willen vooral hard kunnen varen. En daarvoor hebben we een speciale rompvorm laten ontwerpen. Door middel van, samen met de Van Oceanen. Die geoptimaliseerd is op zo min mogelijk weerstand in het water. Deze romp bestaat eigenlijk uit drie drijvers die samen één geheel vormen. Deze zogeheten monohul is bijna 8 meter lang, 1,6 meter breed. En weegt slechts 45 kilo. De romp moet niet alleen soepel het water kunnen bewegen, maar moet ook alle krachten aankunnen, onder andere de bestuurder, de draagvleugels en de golven. En door juist de complexe vorm van onze romp kunnen we geen nauwkeurige handberekening maken. Maar daar hebben we dus gebruik gemaakt van een stukje software van Ansys. En door de krachten te simuleren op de boot, kunnen we nagaan of de romp hoeveel die vervormt en of die doormidden breekt. Het resultaat van zijn simulatie ziet u achter mij. En ervoor zorgen dat de romp niet doormidden breekt, dat is toch wel een leuke uitdaging. Want de romp moet niet alleen sterk zijn, maar vooral ook heel licht zijn. Om de boot sterk en vormvast te maken, hebben we verstevigingsplaten overdwars geplaatst. Deze platen, ook wel ribben genoemd, zijn in de boot gelijmd. En dat is, zoals u ziet, nogal een secuur klusje waarbij groot geschut wordt ingezet. Zodra het lijmen gedaan is, zitten de ribben echt muur en muur vast. Naast het lijmen hebben we ook gebruik gemaakt van carbon in onze boot. Carbon is een heel licht en sterk materiaal, dus dat is precies wat we nodig hebben. Carbon is eigenlijk opgebouwd uit drie lagen. Een koolstofvezel buitenlaag, die verbonden is met een kern door middel van een lijmlaag. Dat carbon kunt u niet zomaar kopen bij de Gamma, dat hebben we namelijk helemaal zelf gemaakt. Met het team hebben we 6 weken lang keihard gewerkt om de hele romp te bouwen bij een bedrijf, Fabo. En hebben we dagelijks met 3 à 4 man alle verschillende laagjes gelegd om zo uiteindelijk tot het eindproduct te komen. Uiteindelijk bakken we de romp dan af in een hele grote oven zodat die mooi uitgewerkt wordt. Romp is niet alleen gemaakt van carbon, maar om de punt van de boot zo scherp mogelijk te maken, hebben we gebruik gemaakt van een andere techniek, 3D-printen. En deze techniek hebben we ook toegepast op de struts. Allereerst hebben we de binnenkern geoptimaliseerd op gewicht en sterkte. En vervolgens hebben we bij fibonearing een carbon buitenlaag om de geprinte binnenstructuur gelegd. De struts zijn eigenlijk de verticale zwarte verbindingen die de krachten doorvoeren van de draagvleugels naar de romp. En de draagvleugels, dat is nog wel een mooi stukje verfijnde techniek, wat qua werking vergelijkbaar is met een vliegtuigvleugel. En door de precieze vleugelvorm kunnen de vleugels kracht leveren, waardoor de boot uit water getild kan worden. De grote voorvleugel en de iets kleinere achtervleugel leveren samen genoeg kracht om de gehele boot uit het water te tillen vanaf 18 km per uur. En dan gaat de boot als het ware gewoon vliegen over het water.
Nou, vliegen ziet er niet alleen cool uit, maar het heeft ook echt een functie. Want doordat we gaan vliegen, hebben we veel minder weerstand. De romp hoeft namelijk niet door het water heen te varen. En minder weerstand betekent dat we zuiniger om kunnen gaan met de energie van ons zonnedek. Dus dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld dat de mechanische en elektrische systemen in onze boot goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Nou, dit jaar hebben we gekozen voor een grotere voorvleugel. Wat zorgt voor meer stabiliteit en dat we eerder uit het water kunnen komen. En dus ook eerder kunnen gaan vliegen. De grote voorvleugel levert 65% van de kracht om het gewicht, van de boot omhoog te tillen. En deze vleugels zijn zo precies gefreesd dat de hele geoptimaliseerde vorm precies nagemaakt kan worden. Nou, de vleugels bestaan eigenlijk uit twee delen die ten opzichte van elkaar kunnen draaien door middel van een polymeren tussenstuk. Nou, dit stuk is een goede verbinding die zowel flexibel is als heel goed tegen het zoute zeewater van Monaco kan. En zodra de vleugels onder een verschillende hoek van elkaar staan, beweegt het tussenstuk automatisch mee. En zo blijft de mooie vorm van de vleugels behouden en wordt de waterstroming over de vleugels zo min mogelijk verstoord. Nou, de zijvleugels, gefreesd door Bora-verspaning, zorgen eigenlijk voor extra stabiliteit in bochten en tijdens het vliegen. De voornacelles, dat zijn eigenlijk de onderdelen die de vleugels met de struts verbinden. En die huizen ook de connectie tussen de midden- en de zijvleugel. En om deze nacelles en vleugels te beschermen tegen het zoute zeewater van Monaco, hebben we een speciaal laagje over het aluminium aangebracht. Om het te beschermen.